Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug na zo'n lange tijd op Den Aden bij Mirror's, nee grapje, het begint allemaal met een M, Metal Gear Solid 5, holy shit, het is geen Mirror's Edge, het is gewoon Metal Gear Solid 5 na maanden tijd en ik denk dat we zo rond de port 20, ik weet dat niet eens meer uit mijn hoofd, verder gaan. En het is een game die ik toen ben gestart in een best wel drukke periode toen op Den Aden. Er liepen heel veel series en ik heb deze nooit af kunnen maken. Ik heb hier nooit de tijd voor genomen om deze game af te maken. Terwijl die wel gewoon echt heel erg gruwelijk is. Dus we zitten nu ook met Snake in de helikopter. We zijn eigenlijk gewoon ready om met alle equipment die ik heb. Ik heb een nieuwe stun arm in development gezet. Dus die arm die ik daar heb, die ijzeren arm. En ik heb best wel vette gear aan. Ik ga met wat wapens aan de slag die hier ook... Je ziet hem hangen met een silencer staat erop. We moeten gewoon nog heel veel dingen upgraden. We zitten nog echt in het begin van deze game eigenlijk. Want ik ben nooit echt verder ermee gegaan. Maar we zijn dus eigenlijk helemaal klaar om nu gewoon aan een story missie te beginnen. En dat ga ik dus ook maar gewoon doen. Een beetje progressie boeken in deze Let's Play. En dat gaan we doen door jullie in ieder geval van harte welkom te heten bij deze aflevering. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. En de mensen die toen al fan waren zullen waarschijnlijk het vet vinden om dit terug te zien. De mensen die nieuw zijn... Ja, tune gewoon lekker in. Kijk in ieder geval de video's terug van de Let's Play tot nu toe. Zodat je weet waar ik ben geëindigd, waar ik me mee bezig hou. We zitten dus op het moment, ja, in de helikopter. En ja, mochten jullie nou echt niet snappen what the fuck is going on, dan raad ik je echt aan de Let's Play terug te kijken. Zodat jullie snappen waarom we überhaupt steeds in een helikopter gaan. Steeds naar missie, naar missie. Dan moet je gewoon echt eventjes jezelf een beetje... Ja, inlezen over de Let's Play en eigenlijk gewoon een beetje inkijken. Nou goed, wij gaan in ieder geval zo snel mogelijk starten. Show je support door een like te droppen. We gaan naar een story mission toe. Oftewel gewoon een mission. En het wordt dus mission 8 en niet een side-op. Nee, we gaan nu echt aan een missie beginnen. En ik heb vanmiddag een beetje geoefend, want ik was natuurlijk de hele besturing was ik helemaal kwijt. We gaan gewoon proberen daar naartoe te gaan, mission jongens. Dus accepted. Ik ben benieuwd. Let's go. Dit is waar we heen moeten waarschijnlijk. Daar is een hoge danger zone. Ik moet mission even kijken op de map accepted. Waar het überhaupt is. Ah, het speelt zich daar af. We gaan wel gewoon daarheen. Accept mission this mission, accepted. Yes. En we gaan daarheen. Dus let's go jongens. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. We gaan erheen vliegen. Ik heb dus nu een betere stun arm. Zie je, ik had de bionic arm en nu heb ik de stun arm. Alleen deze had ik al, maar het is dus nu een betere versie van die stun arm is in development. Dus die is pas over 18 minuten klaar en dan pas kunnen we het ook gebruiken. Dus dan kunnen we het met de supply drop, kunnen we als het goed is die arm naar beneden laten vallen en dan kunnen we hem... gebruiken. Voor de rest speel ik nog steeds met deze submachine gun die silenced is en dan vervolgens mensen stunt. Dus hij vermoordt ze niet, hij stunt ze. Zie je? It fires rubber bullets en dat geeft dus eigenlijk gewoon een effect waardoor mensen bewusteloos raken als je ze tegen hun hoofd aanschiet. En dat is exact de bedoeling. En vervolgens speel ik gewoon wel met een normale primary weapon. Ook stunt trouwens. Dit is hem. En een sniper. Dus dat is hoe ik nu speel. We hebben dus damage, een sniper en we hebben wat silenced weapons. Plus natuurlijk een paardje, een auto en een nieuwe stun arm die binnenkort komt. Nou, voor de rest ga ik gewoon aan de slag en ja, gaan we eigenlijk ASAP naar beneden. Let's go. Deploying. A Hideo Kojima production. This mission has two objectives. Eliminate the colonel scheduled to take up a post at Smassi Fort and stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sakai Village and search for the colonel and his deployment plans. Nou guys, spannend hoor.
Na zo lang. Boss, to take out enemy combat vehicles, you'll want to use explosive weaponry. Missiles, grenades, placed explosives. If you haven't developed these yet, use your iDroid to give the order. Choose your weapon according to the situation. Aha. Lijkt me verstandig om eventjes dat licht uit te doen, om niet al te opvallend te zijn. Hij zegt dus dat we de voertuigen moeten... Oh, dat ging net goed. De voertuigen moeten uitschakelen met explosives. Dus dat we dat kunnen doen met placed explosives, zoals Claymore en C4. Maar we kunnen dat natuurlijk ook gewoon doen met rocket launchers, zoals RPG's. Nou, daar zijn we dan. Extraction arrived at Mother Base. Holy shit, jongens. Ik ben dus gewoon weer in een stealth game. Ik vind het zelf best wel spannend, omdat de besturing in deze game zo achterlijk geavanceerd en moeilijk is. Als je andere games heel lang hebt gespeeld en dat gewend bent. Want dit is echt wel eventjes een gevalletje apart. Dit is echt een game gebaseerd op stealth. En zo moet ik bijvoorbeeld nu al gaan sluipen, omdat daar gewoon een spotlight is. We gaan natuurlijk veel guys spotten. En even goed ook de map in de gaten houden, zodat we weten wat nou officieel onze taak is. Zie je, echt alles wordt aangegeven via de map. Ik zie zelfs dat er prullenbakken staan, maar ook hier gewoon een wc, zie je, toilet. Like, what the fuck gewoon. Hier is mijn paard, hier is mijn auto. En hier in dit gebied moet ik de eerste objective gaan vinden. En dat is dus dat we de development... Of de deployment plans. Dus niet eens de development, maar de deployment plans. Waarschijnlijk voor die tanks moeten wij zien te vinden. En dat gaan we dus gewoon vinden door simpelweg in dit gebied. Nou ja, ik zeg simpelweg, maar zo simpel zal het niet gaan waarschijnlijk. In dit gebied mensen te spotten. En dit eigenlijk helemaal te fixen. Gelukkig kan ik wel helemaal die berg op. Dat vind ik wel fijn. Analysis complete. Oké, het is een A-soldier, dat is dus niet verkeerd. Analysis complete. Nou, dit is dan een slechte soldier die zou je bij wijze van spreken gewoon kunnen snipen mocht je een silenced sniper hebben. Nou, dat heb ik dus nog niet. Analysis complete. En dit is ook een C en een D soldier. Dat zie je dus daar rechts, mocht u niet snappen waar ik het nou over heb. Bij deze staat het er dus twee keer een A. Dus dat is een best wel goede soldaat, weet je. Als je die extract, oftewel meeneemt naar je eigen thuisbasis, dat is wel goed. Daar heb je gewoon wel wat aan. Dus die moeten we niet al te snel gaan killen. Nou goed, die info heb ik... nu gewonnen. Dan gaan we dus mijn silenced wapentje selecteren met de rubberen kogels, waarmee we dus niet mensen per definitie uitschakelen, maar gewoon bewusteloos maken. Spannend hoor, want ik heb alleen nog maar side-ops gedaan vanmiddag, gewoon om een beetje in te komen. En nu begin ik dus echt weer aan een grote story mission. Dat vind ik wel spannend. Wow, waar spotten die nou op? Analysis complete. Aha, daar was iemand. That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Aha, en dat is dus dit dingetje. Alleen dit kan je alleen kapot maken met explosives. En dat is een beetje kloot, want explosives maken heel veel lawaai. En op die manier komen ze dus meteen achter dat je iets aan het kapot maken bent. En is de chaos dus eigenlijk al in het kamp aanwezig. En dat is niet de bedoeling. Dus wat we eigenlijk moeten doen is iemand onderscheppen en meteen ondervragen. Zodat we meer info over het gebied te weten krijgen.
ik vind het best wel spannend. What the fuck deed ik nou? Soviets confiscate homes and occupy them as needed. If you want to find a colonel, I'd check the biggest houses in the village. Okay, ik lig best wel midden in het kamp nu. Ik vind het echt spannend, want daar was gewoon een mannetje die echt direct op afkwam, dat bedoel ik. Analysis complete. Oh fuck, waar gaat hij nou heen, die man? Hij moet niet hier naartoe komen, natuurlijk. Is hij nou naar beneden gevallen? Fuck, hij is naar beneden gevallen. Kut. Volgens mij was hij een goede soldaat. Oké, hij is mee. Wat we doen. Subject on board. Leave the rest to us. Dit was een C&D soldaat. En dit was een C soldaat, dus. Hem kunnen we op zich wel. Oké, dat vond ik gewoon leuk om te doen. Ik moest het even testen. Zo werkt het dus op die manier. En wat we dus bij hem gaan doen is hem even ondervragen en hem daarna vermoorden en daarna ondervragen we die andere guy. Dus. The map has been updated. En hem ondervragen we ook. We hebben extra info over het gebied. We hebben verschillende gasten ondervraagd. De beste soldaat hebben we al meegenomen. A Soviet tank. If you could steal that, nothing could stop you. But make a wrong move, and it'll chew you up. Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Where are the others? What the fuck? They don't tell me anything. Fuck off, man. Doeg. Oké, laten we de map even kijken. De gun emplacement hebben we hier. Hier hebben we het toilet. Vervolgens is hier een dumpster. Maar hier binnenin is dus blijkbaar. Hier zijn Sovjet soldiers die we zelf al hebben gespot. Vervolgens is hier binnen intel nog. Maar. Development complete. We hadden de locatie van een voertuig gekregen.
Maar die zie ik zo 1, 2, 3 nog niet op de map. Dus daarvoor moeten we denk ik nog wat verder gaan kijken. We hebben in ieder geval één geel vierkantje hierin, waarin het dus belangrijke shit is. Nou, vervolgens zie ik ook dat de stunarm klaar is. Dus als we naar die stunarm toe gaan, even kijken, dit is hem, de stunarm en dan tweede. Ja, ik wil een supply drop. Please select a drop point. Doe maar gewoon op mij. Supplies requested. En dan heb ik dus de betere stunarm. Supply drop complete. Zie je, dat is het belangrijke gebouw waar het moet zijn. Ik ben benieuwd, jongens. Spannend. Oké, ik heb dus nu de betere stunarm. Ik ben benieuwd. Volg ons. Wow, holy shit. Fuck, waren hier gewoon een prisoner? Oké. Oké, subject is in. Alright, dat is 1 van 7, dat wist ik niet eens. Kan je nagaan. Waar zie je dan die mission details? Aha, hier zie je het staan. Extract the prisoner being held. Okay. Eliminated all tanks. Eliminated the colonel. Secure the deployment. En die andere dus, voor een S-rank moet je nog 3 extra taken voldoen. En dus voor die S-rank ga ik denk ik niet allemaal halen in mijn parts. Die ga ik denk ik halen voor de Road to Platinum. Maar ik kan wel degelijk dit soort dingen proberen te halen, toch? Analysis complete. Echt even goed rondkijken dat ik niet opeens oog in oog met een soldaat sta, want dat is zo typisch aan deze game. Dat ze overal staan opgesteld. En zo niet dat je denkt, yo, what up, ik pak er even een quick save bij. Nope. Als je gewoon wat fout doet, zie je het maar goed op te lossen dan. You have arrived at your destination. Spannend, ik ben bij de mission objective. Ik vind het echt best wel spannend. Ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten eigenlijk. Oké, daar binnen is een gast.
Analysis complete. Een C-soldaat. Allebei C's. Ze kunnen dus officieel kan ik ze gewoon best wel neerhalen. Ребята не раз видели, как наши солдаты отлетают в небо на каких-то воздушных шарах, а потом подлетают в вертолёты. En neer. Oh, fuck. Dit blijf ik echt spannend vinden, jongens. Dit is echt alleen in deze game, die feelings die je krijgt. Dat je zo stelt bent dat je echt niet ontdekt wil worden. Aha. Intel file extraction arrived at mother base. Mission info has been updated. The map has Boss, been updated. That document you just got is the deployment plans for the Smassi Fort reinforcements. According to the plans, the colonel is supposed to join up with the tank unit of Wuxin Barracks and then proceed to Smassi Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank unit's route to your iDroid. Scusa! Oké, dat was dus R2. Nou, heel snel vaart maken, guys. Er komen fucking tanks op me af. Oké, ik pak de C4 erbij. Oké, tank. Dat is voor de tank. Vrachtwagen. En tank. Dit is spannend. Ik hoop dat het lukt. Fucking hell, mate. Er is er nog één. Is er nergens zo'n mortier of zo?
kutzooi. Extraction arrived at Mother Base. Ik moet nu echt even een RPG gaan fixen of zo, maar dan moet ik dus gaan supply droppen. Oké, laten we gewoon gaan supply droppen. Heel spannend dit. Please select a strike point. Caution. Sandstorm approaching. Strike requested. Enemy presence detected. Map has been updated. Ik zie ook geen hand voor ogen, mannen. Select a strike point. Strike requested. Enemy presence detected. The map has been updated. Strike will commence shortly. Yeah, zal het lukken? Ja! Holy shit! Good. You've completed the objective. Now get out of there. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Man. Dit is echt net aan goed gegaan. Ik ga terug met Jeep in. Boom! We hebben 3 tanks uitgeschakeld. Die op het einde was echt met heel veel muscle en bombardement, distraction dingen en heel veel support van de helikopter in ieder geval. Maar het is gelukt en daar draait het om. Maar we hebben als het goed is gewoon nog steeds objectives te doen hier. Want als we kijken naar de mission, dan heb ik dit allemaal gedaan. Zien jullie dat? Maar weet je wat? We gaan wel gewoon weg hier. We hebben dan 1 missie hebben we gefixt in de part. Ik vind het eigenlijk wel helemaal prima. Helikopter, pick-up. Please select a land support helicopter requested. Ik vind het helemaal mooi. Fucking handig ook, dat ik eigenlijk die tank heb uitgeschakeld precies op het plekje waar de helikopter me ook kan komen ophalen. Oh, er komen vijanden dichterbij. This is P-Quad. Arriving shortly at LZ. This is P-Quad. On station at LZ.
Bye bye. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete, boss. Nou, hey, jongens, ik vond het eigenlijk wel prima. Het had qua tijd beter gekund. Dus, maar op zich vond ik het wel prima hoor. We're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. Merc deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Mooie A-soldaten erbij. Side ops list updated. Nou, ik vond het een mooi part eigenlijk. Ik ga hier ook meteen de part eindigen. Ik zie dat ik nog cassetten heb, nieuwe. Heb ik nieuwe opgepakt dan? Deze heb ik opgepakt? Alright. Nou, nog wat extra duidelijkheid over Quiet. We hadden dus één audiolog erover gekregen. En dat zie je dus daar ook links staan. Quiet 1. En nu heb ik even naar Quiet 2 geluisterd. Het is een beetje vreemd hoe het gaat. Maar binnenkort kan ik haar, als het goed is, als alles goed verloopt, zelfs als hulpje gebruiken. Zodat zij gewoon... Mijn helpende hand is als sniper zijnde. Dat is best wel handig. Ik ga in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik kan de volgende part gewoon weer verder met story missions. Ik kan wat side-ups doen. Dus ik hoop dat jullie het cool vonden. Laat in ieder geval je like achter. En jongens, Metal Gear Solid en Batman gaan verder. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later.